mijn nieuwe boodschappenvideo. Ik ben net naar de Jumbo geweest en naar de Albert Heijn. Bij de Jumbo waren we 55 euro kwijt en bij de Albert Heijn was ik 21 euro kwijt. In deze video laat ik zien wat ik zoal heb gekocht. Dit zijn niet alle boodschappen, want ik heb nog genoeg in de koelkast en in de vriezer en in de voorraadkast liggen. Maar het is toch wat meer geworden dan wat de bedoeling was. Maar goed, laten we gaan uitpakken. Bij de Jumbo namen we dit lekkere stokbrood weer mee. En bij de Albert Heijn was de Starbucks in de aanbieding. Ik doe gewoon alles random door elkaar hoor. Maar de Starbucks was in de aanbieding voor 99 cent. Dus heb ik 3 karamel en 3 skinny. Deze vind ik lekker en deze rode sterren. Kruidenboter voor bij de stokbrood. En 2 halfjes. Zaanse wit. In de koelkast stond alleen bijna geen drinken meer. Dus ik heb even flink ingeslagen. 2 Pepsi Max met kers. En 2 de citroen, helder citroen, sinaas en een spa fruit. Bij de Albert Heijn haalde ik nog een Zaans wit, een halfje. Ik heb er dus 3 in totaal, want ze hadden geen hele meer. En een halfje vriest ook wat handiger qua ruimte. Granaatappelpitjes, mango en een bakje filet americain met peper. Ik zag deze chipolataworstjes met 35% sticker. Ik dacht, oh, die gaat mee voor volgende week. Die gaat in de vriezer. Roomijsjes en chocolate chip pancakes. Deze gaat mee voor sterren naar school. Als lunch, zeg maar. Dan kan ze 2-3 dagen mee doen. Dan gaan we weer verder met de Jumbo boodschappen. Daar kocht ik een zak met 6 bolletjes voor bij de hamburgers. Ik heb ook sla, die zit er nog in, die zie je zo. 2 zakken verschillende soorten aardappeltjes voor in de airfryer. En deze is echt heel erg lekker. Deze had Roy vorige keer meegenomen. Bij toeval. En ja, was succes. Wafel, aardappels, kipnuggets en lumpia's ook voor in de airfryer. Dit is ongeveer voor vanavond en voor van de week nog een keertje voor wat lekkers. En ik eet aankomende vrijdag alleen. En dan vind ik zo'n maaltijd wel handig. Want Ster is dan bij de vader. Roy eet niet thuis. Dus dan is die voor mij. Ik heb al een paar dagen zin in chocoladefazantjes. Dus daarvan heb ik ook een zakje mee. Campina Flavlip, 2 soorten. Hoekjes. We zijn aan het minderen. Ik kocht dit echt elke week een aantal. Maar dat is eigenlijk veel duurder dan dat. Dus Roy heeft dit. En Sterre en ik hebben er eentje voor van de week een keer. Een pot pindakaas naturel. Speciebonen uit pot. En wat zijn dit? Koeken voor bij de koffie. Want mijn ouders komen morgen op visite. En dan gaan we uit eten. Maar ik wilde wel wat lekkers nog voor bij de koffie. Dus ik wist niet zo goed wat. Ik dacht, nou, dat ziet er wel lekker uit. Dus die gaan mee. En dan weer het laatste gedeelte. Koekjes voor me in de school voor Sterre. Nootjes voor me in de school. En kauwgom voor, nou ja, voor thuis en school. Ze heeft binnenkort weer toetsweek. Dus een vroeg week voor kauwgom. Hondenvoer, koffiemelk, een zakje paprika en ribbelchips. Bij de Jumbo hebben ze ook altijd 3 stukken vlees. 3 keer vlees voor 8 euro. Dan heb ik zigeunersnietels. Gemarineerde lapjes en slavinken. Ik heb alleen nog geen idee wat we erbij gaan eten, maar dat zie ik dan van de week vanzelf al een keer. Hamkaassaus voor bij de schnitzels, denk ik dat Roy die erin heeft gedaan. Hij is de enige die dat eet, dus ik denk dat hij dat daarvoor bedoelt. Voorgeschilde aardappels en een zakje ijsbergsla voor bij de, wat zei ik nou net, bij de hamburgers. Ja, broodjes hamburgers. Dit waren weer alle boodschappen. Ik ga alles eventjes opruimen. En dan ga ik lekker van mijn weekend genieten verder. En morgen met mijn ouders gezellig lekker uit eten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar goed, ik ga dit opruimen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video.